gecontroleerde brandhaarden van de Firefly. Het nieuwe oefenvliegtuig van de brandweer op Schiphol. En ik sta hier in het bagageruim. De Firefly is het grootste oefenvliegtuig ter wereld. En er lopen hier overal gasleidingen waarmee ze op ieder moment, op iedere gewenste plek, een stevig, realistisch vuurtje kunnen stoken. In en rondom deze nagebouwde Boeing 747 kunnen verschillende soorten branden worden gesimuleerd. En dat kan omdat de romp niet van aluminium is gemaakt, maar van dik staal. Ook hierbinnen is alles van staal gemaakt, want anders zou het toestel de eerste de beste oefenbrand al niet overleven. En ze oefenen hier bijna elke dag. Het in gang zetten van de verschillende soorten branden gebeurt hier in de controletoren. Nou, de romp en de vleugel van het toestel die zijn dus van een Boeing 747. Maar de andere vleugel is van het type 767 en het heeft de staartmotor van een MD-11. Door die combinatie zijn er wel 27 verschillende brandscenario's mogelijk, hè? Ja, er zijn 27 branden mogelijk rondom het vliegtuig. Nou, scenario's kunnen we uitbreiden, want je kan alles instellen in de computer. Mm-hmm. Brand kunnen we starten vanaf hier. Nou, ik doe hier de motorbrand en een landingsgestelbrand. Nou, de computer start nu ook tevens de pomp op voor het koelwater. Anders kunnen we de motor en de landingsgestel maar één keer gebruiken, want de staal wordt dan veel te heet. Ja. En daar is je nu mee bezig. Nou, het duurt 30 seconden. Daarna krijgen we eigenlijk een icoon van een waakvlam. Nou, als die gereed is, kunnen we verder gaan. Dan druk ik hem nog een keer aan, de waakvlam. Nou, hij is nu gereed, dus ik zal hem nu ontsteken en dan kan je hem gaan blussen. Maar goed zo, de vleugel. En nou de motor. Ik versta er helemaal niks. De motor. Oh, ik dacht dat je zei de vleugel. De brand verbruikt maximaal 3 liter woede. En binnen die tijd moet je geblust zijn, want anders heeft de brandweer zijn werk niet goed gedaan. Oké, klaar. Naar voren. Na het oefenen moet de tank altijd meteen weer bijgevuld worden. Het blussen gebeurt heel milieuvriendelijk, want ze gebruiken geen schuim, maar water. En dat water stroomt weg via roosters onder het vliegtuig en dat wordt meteen weer gerecycled. Er zitten ook overal sensoren waarmee gemeten wordt hoeveel de temperatuur daalt tijdens het blussen. En de computer die rekent die temperatuurdaling om alsof er met schuim geblust is. En zo kan goed worden geanalyseerd of de brandweer zijn werk goed heeft gedaan. Dit is het passagiersdek. Nou, let goed op hier, want zodra als er brand ontstaat heb je heel veel rookontwikkeling en temperatuur. Dus blijf zo meteen laag. Ja. Hoe warm wordt het hier? Ongeveer 250 graden. Oké, dus er zijn 3 verschillende dekken. 2 passagiersdekken en 1 vrachtruim. We zijn nu op het bovenste passagiersdek. En hier is een situatie nagebootst. Je moet ook, nou, opletten op je hoofd. Die zou kunnen ontstaan na een crash. De linkerstoelenrijen zijn geknakt. Daardoor is de vloer schuin en dat loopt wat moeilijk. Oh, kan nu al niet. Er is ook een stoelenrij die ze in elkaar kunnen laten zakken. Dat is deze, Alex? Ja, dat zijn de blauwe stoelen. Ja, daardoor komen de slachtoffers bekneld te zitten. Dat zijn in dit geval poppen. De grootste brand die ze kunnen nabootsen, dat is de totaalbrand na een crash. En daarbij kunnen de vlammen oplaaien over een oppervlakte van zo'n 864 vierkante meter tot een hoogte van 10 meter. Lukt het? Ja, hij zit. En deze jongen gaan wij zo redden? Deze gaan wij zo meteen redden. Oké.
duwen. Sprong, zo ja. Het tweede plafond hangen nou weer. En dan hebben we draaien. Draaien? Ja. En dan daar in de hoek, iets rechts. Ik heb iets van de gaan volgens mij, maar ik wil ook nog graag met die slang. Oké. Okay. Wat doe? Oh. In de kast, in de kast. In de kast. Okay. Meneer! En dan toch maar op kleine pijpen. Wat gaat er op? Wat gaat er op? Ik ga zitten. Goed zo. Ik wil even mijn fles blijven hangen. Ik hou hem bijna niet meer. Wat is het allemaal zwaar? Dank je wel. Zo. Wat ontzettend zwaar dit, zeg. Jullie zijn echt helden, vind ik. Brandweermannen zijn helden. Jullie.